Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Ik ben helemaal klaar om naar controle te gaan in Gent. Hè. Ik ben helemaal weer helemaal sexy. Konijnen zitten nog in mijn kotje, zoals je kunt zien. En straks is het zover. Dan gaat de bel. We zitten nu op de trein. We gaan naar de controle eigenlijk. En dan gaan ze zeggen of het goed genezen is. Want het ziet er wel goed uit eigenlijk. En of wanneer ik terug mag gaan werken. Dat is eigenlijk het belangrijkste, wanneer ik terug ga werken. Want ik kijk echt wel naar uit om te gaan werken. Dus het is spannend allemaal. We zijn aangekomen. Alleen nog niet aankomen. We zijn aan het station. En dan gaan we met de tram richting het ziekenhuis. En dan weten we nu wat ze gaan zeggen. Hè. We zitten op de tram. Aangekomen. Dus het is echt wel spannend eigenlijk. Ik ben echt benieuwd wat hij gaat zeggen. Maar ik hoop jullie sowieso op de hoogte. Hè. We moeten sowieso nog aanmelden in het ziekenhuis. Dat moet je altijd doen. Maar je voelt dat wel als je wandelt. Hè. Dat wel. Maar de linkerkant doet altijd nog altijd pijn. En zit ook een beetje blauw nog steeds. Dus dat is toch wel wat pijnlijk. Zo. Maar hier hebben we nog alles gegeten. Ja, moeten we zijn. Hè. We zijn hier op de dingen. We hebben zo'n papiertje gekregen die ik dat hier moet afgeven. En dan moeten we in de wachtruimte zitten. Dus we gaan nu naar de wachtruimte. Hè. Daar gaan we wachten. De stoelen staan er nog van de vorige keer, weet je nog? Ja, dat is nog een douche. Zullen we daar zitten? Kijk, we zitten hier weer te wachten. In de wachtruimte. En dan gaan we dat weer te horen krijgen. Hè. Ik heb geen lift nodig, meestal moet ik met de lift, maar nu niet. Dus we zitten weer in deze ruimte eigenlijk. Ja, de begeleiding is ook bij, maar die komt niet in beeld. Hè. Nu mis ik altijd why. En je denkt van, is het toch alleen? Zo. En ze ziet het er momenteel uit, dus ik ben benieuwd wat genezen gaat zijn. Boy, hier gaat het onderzoek plaatsvinden. Kijk, en ze ziet het eruit nu al. Het is nog nooit in beeld geweest, mensen. Het is de eerste keer. Hè. Dus we zijn helemaal uitgekleden. Het is wel een beetje frisjes nu, hè. En dan kan de dokter controleren. We zijn hier om te school. We liggen hier op de onderzoekskamer. Dingen. Het is helemaal afgedaan. Het ziet er ook al mooier uit. Maar dat ding gaat dus niet meer naar beneden, hè. Ja, dat is echt wel grappig, eigenlijk. En de dokter komt ook nog kijken. Dus wat is echt al heel mooi. Kijk, het resultaat is echt heel mooi. Echt nog 2 weken thuis. Nog 2 weken niet zo heel veel dingen doen. Dus en dan naar school, hè. Het zal erin vliegen zijn. Dan is mijn eerste schooldag. Dat is wel grappig eigenlijk, om te zien eigenlijk hoe dat ik hier lig. Het is haar ogen, als je het ziet. Het is echt hoog, ik weet niet of je het kunt zien. Maar dat moet hier bij mij overkomen. Hè. De dingen gebeuren niet helemaal. Hè. Het is wel grappig. Dan zie je het ook een beetje hoe dat ik hier lig eigenlijk. En de band moet er ook nog even over, denk ik. Heeft hij niet gezegd hè, over die band? Dus die zal er ook nog over moeten waarschijnlijk aan. Dus, maar ja, het zit er meer niet over dan wel, want uiteindelijk die band die zakt altijd af. Hè. Dat jullie wel weten. Dus ja, veel zitten er ook niet op gezeten. Zo, we hebben het onderzoek gedaan en het was goed. We moeten alleen nog wat zalf smeren en zo van die dingen allemaal. En over 2 weken, dan moeten we terugkomen. Om te zien of het dan, of het allemaal in orde is. En dan krijg ik een call om te gaan werken eigenlijk. Spannend daar. Dus we zitten nu op de tram en zo. Dus, en straks als ik thuis ben, zal ik alles goed uitleggen en zo. Dus als je het goed hoort, want met al die geluiden zo van de tram en zo, ga je het niet goed begrijpen. En dat is natuurlijk ook niet goed natuurlijk. En dan hebben we nog de trein, dus je gaat het allemaal een beetje zien eigenlijk allemaal. Dus dat komt allemaal bij in vorm. Het is een pak informatie. We zijn bijna thuis. En dan gaan we eten dat we beneden vallen. Ik heb wel wat gegeten hoor, maar ik heb toch wat honger. Dus dan gaan we eten. Dus we zijn bijna eten aan de deur. Zo. Zes komt er nog iemand voor mijn grijze bak. Zo. Dus ik ben hier terug van het ziekenhuis. Het is al veel later, maar ik heb even de moment genomen om te eten, om te drinken, een beetje rust te nemen. De linkertepel die is een beetje ontstoken, dus die moeten wij goed verzorgen nu momenteel. Ik moet Nivea-crème
smeren om de littekens goed weg te laten gaan. De linkerkant is ook nog een beetje dik. Dus het is echt even allemaal nog wat eigenlijk, als je nog een keer opletten, dan kan ik gewoon praten. Voilà. Dus het is nog wat eigenlijk wel een opgave eigenlijk op zich. Zeggen dat ik binnen 2 weken normaal gezien zou kunnen starten in de school. Dat is de week van de 21ste. Dus dat is ook nog wat. Niet voor me wel zuiver, zei de manneke. En ja, het is allemaal heel spannend natuurlijk. Want je weet natuurlijk nog niet echt wat ze de 15e gaan zeggen. Want de 15e, dat is de controle. Moet ik terug naar de controle eigenlijk. En dan ben ik eens benieuwd wat ze dan vooral gaan vertellen. Ik hoop dat dan alles een beetje beter gaat. Dus nog 2 weken echt op rust. Wel de afwas doen en zo'n ding allemaal doe ik wel allemaal al. Maar nog heel veel recupereren natuurlijk. Het is ook een zware operatie. Dat wordt altijd een beetje onderschat natuurlijk, denk ik, door heel veel mensen. Maar het komt dus echt allemaal wel goed. Dus ik maak me ook helemaal geen zorgen eigenlijk. Momenteel, ik ben echt al fier waar we nu staan. Ook de meeste vragen die ik al gekregen heb de laatste weken. Is van, ga je ook nog andere operaties doen? Nee, ik ga geen andere operaties doen. Dit is echt de laatste operatie die ik ga doen. Omdat ik me nu echt wel goed voel als jongen. Ik ben ook fier dat ik nu een jongen... Ik ben altijd een jongen geweest in het verkeerde lichaam natuurlijk. Maar ik ben echt fier hoe ik er nu uitzie. Helemaal als een jongen. En voor mij is het ook gewoon voldoende eigenlijk. En ik ben er ook gewoon trots op. De camera heeft het heel moeilijk om te focussen. En ja, moesten er nog vragen zijn, laat ze gerust achter. Ik beantwoord ze allemaal over de transitie. Want ik vind dat heel belangrijk om er echt wel heel veel vragen op te beantwoorden. Ook als ik live ga op TikTok, mag je mij daar ook altijd over aanspreken. Ik doe mijn best ook om te reageren eigenlijk. Dus ja, ik ben wel trots eigenlijk. En op mezelf, hoe ik er nu uitzie als je naar mij kijkt, dat is echt... Echt trots op te zijn en dat ben ik ook en dat mogen jullie ook vast en zeker zijn allemaal. Ja, en voor de rest is eigenlijk niet zo heel veel speciale dingen gebeurd eigenlijk. De 15e moet ik opnieuw controleren, dat wil zeggen ook om mijn spuit gaan, om eens rond te gaan halen. En ook ja, om controles allemaal op dezelfde dag, dus dat wordt ook gewoon weer helemaal gefilmd en gedaan. Dus ja, moest je me daar tegenkomen, spreek me aan, ik ga met veel plezier op de foto. Ook gewoon als je me tegenkomt op straat, in de trein, maakt niet uit waar. Ik ga met veel plezier op de foto met jullie. Ik maak daar tijd voor. Want ik vind het echt super leuk eigenlijk. Nog maar één ding, als je mij ziet op de foto en je gaat met mij op de foto. Zetten we dat ook eventjes erin, zodat ik ook de foto zelf kan zien. Dat vind ik ook wel heel leuk eigenlijk. Ja, dus en nu kan ik gewoon zeggen, vond je het een leuke video? Zeker een duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er weer, want ik ga nu kijken naar 10 om te zien. Want dat vind ik echt wel heel cool om naar te kijken. Dus dikke kusjes. We love you.